beetje. Hang hem maar even boven. Kijk of je dan kan schreeuwen. Zet hierin. Dat heb ik nooit horen gekregen. Dan mocht ik niet weten wat daarin zat. Of heb je betaald gekregen? Anders duurde dat even duidelijk, niet. Man. Genoeg. Nou, dat was mission succesvol. Nou, ging soepel, moet ik zeggen. Ik ga dit service aan onze enige echte surgeon geven. We gaan terug instappen. Prima. Je ziet dat ik ook wel de doos bij heb. Oké, okay, we doen voorzichtig, jongens. De deal is hier. Jullie zijn het. Hey. Hey. Ja, ja, rustig aan, joh. Ja, jongen, dit is gewoon meer beter dan perfect. Ja, het was een gunst, jongens. Piet deed het echt voor de gunst. Prima. Dan sta ik bij een kret. Krijg ik mijn geld nog? Dat vind ik eigenlijk ook wel een interessant puntje. Ja, dat is wel een ding, hè. We geven wel een belletje als het rond is. Prima. Ik ben heel benieuwd wat voor geldbedrag ze gaan overmaken naar me. Maar ze gaan het er even over hebben. En dan hoor ik het later. Ik heb overnacht in een motel. Ik heb dezelfde kleren aan. Ik voel me wel vies. Maar het is tijd om mijn auto even te tanken. Het is nu tijd terug om naar de stad te gaan. Ik hoop echt dat Piet me vandaag nog belt over het geld. Dat zou heel fijn zijn. Ik ben ook echt enorm benieuwd wat voor geldbedrag het was. En hij zei wel dat het mogelijk nog in het noorden kon zijn. Dus eigenlijk wacht ik nog even met naar de stad gaan. Want wie weet belt hij / appt hij me zo. En dan is het hier gewoon in de buurt. En dan ben ik gewoon nog chill hier. Ah. Poeh, jezus. Ik schrik me rot. Je hebt de locatie van mij wel gekregen. Ik zal heel even kijken of ik die binnen heb. Ja, ik heb inderdaad de locatie. Hij staat erin. Dan mag je naartoe rijden. Prima. En daar zie ik je zo. Yes, dan zie ik je over enkele momenten. Want ik sta toevallig echt in de buurt. Tot zo. Oké, jongens, we zijn onderweg. Het is toevallig hiernaast. Ik ben benieuwd wat voor bedrag het is. Het is echt in de buurt. Het is echt hiernaast gewoon. De navigatie heeft me fout gestuurd. Hier heb ik volgens mij de locatie waar ik mijn geld krijg. Ben ik eerder geweest. En hier heb ik volgens mij een black market deal een keer gehad. Hier kreeg ik mijn allereerste wapen. Ik weet het nog. Ja, dat was hier. Hier heb ik mijn allereerste wapendeal gehad. Wat mooi. Heren. Zo. Zo. Een nieuwe dag. Ja. Ik heb al tijd genomen om te praten met Mees en met Samuel. Ja. Yeah. We zijn tot een redelijk bedrag gekomen. Oké. Okay. Achter mij zijn die 3 tonnen. Ja. Ja. En in die 3 tonnen zitten 25.000 euro per stuk. Per ton? Ja. Oké. Okay. Daar zat 25.000 euro per stuk. Ja. Ik heb die niet compleet gevuld. Ik verspreid die en dan duw ik die de grond in. Oké. Okay. Een mooie manier om je geld te bewaren. Het geld zit al in tassen in de tonnen, dus je hoeft niet het moeite doen... De tonnen helemaal in je auto te leggen. Ik kan dat zeggen, ik kan gewoon de tassen eruit pakken. Ja, 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 ja. Ja, we zullen je even helpen. Maar prima. Goed, zijn, hoeveel tassen zijn het? Het zijn 3 tassen. 3 tassen, 1 per ton. Ja. Prima, dan zal ik even mijn kofferbak open zetten. Dan kunnen we het erin leggen. Oké, jongens, ik zet even mijn kofferbak open. Dan kunnen we het geld erin leggen. 25.000 per ton. Nou, dat keer 3, dat is het bedrag dat ik krijg. Zetten we hem eventjes goed neer. Kijk, dat is top. Pak de laatste wel. Mooie tassie. Gooien we die er ook achterin. Zo. Oké, top. Yes. Hey, dit is wel leuk. Dit vind ik even een betere manier om te laten zien dat je dit dat ik doe dan... ja, letterlijk Willem. Maar dat is natuurlijk de andere kant. Laat maar dus. Dat is iets wat ik duidelijk moest maken. Nee, oké. Okay. Hey, zo kan ik wel zeggen fijn zaken doen, jongens. Op deze manier. Ja, als jij gewoon meewerkt, dan hangt er wat aan vast. Mm-hmm. Maar dat is het ding. Had ik jou gevraagd voor dit op een normale manier, dan was je nooit gekomen. Ja, dat klopt. Dat klopt wel, inderdaad. Dat heb je zelf ook eerlijk toegegeven. Nee, dat geef ik nogmaals toe. Dat is, ik had niet meegegaan met je als je gewoon had gevraagd, wil je wat dingen voor me doen? Nou ja, zoals je ziet, hard werken wordt beloond. En dat op zich wel, ja. En ligt een fors bedrag nu achter in je kofferbak. Dat gaan we eventjes mooi op de bank zetten. Ja. Maar dan wel voorzichtig, dat ik niet in één keer 75.000 op mijn bank terecht gooi. Alright. Ja, dat ligt gewoon even, dus. Ja, nee, daarom. Ik misschien dat ik het per deel doe. Dat ik het even rustig aan doe. Ja. Hey, ik verwacht binnenkort wel weer een belletje, denk ik. Voor het volgende... Waarschijnlijk. Activiteit. Waarschijnlijk. Leuk uitje. Ja. Oké, okay, prima. Nou, zullen jongens, we jou nog spreken? Yes, houden contact. Fijne dag. En ja, ik... Ja, ja, dat komt wel goed. Van. Dat komt zeker wel goed. En fijn zaken gedaan te hebben. Yes, zeker. Ja. Rijdt heren. Tot ziens. Oké, okay, jongens, de tonnen gaan ze weer opbergen. Want dat is natuurlijk bewijsmateriaal dat hier een deal is geweest met geld. 75.000 euro. Dat gaan we eerst eventjes wegstashen in mijn huis. Want ik had het niet zomaar in één keer op de bank zetten. Dus we gaan nu lineair door naar de stad. En daar leggen we alles gelijk even weg. 75.000 euro. Kijk, zo zijn de zaken doen is wel fijn, hè? Het kan wel fijn zijn op deze manier. Overigens wil ik alsnog, wat ik al vertelde, een groepje samenstellen. Om te kijken of ik hier iets tegen kan doen. Wanneer het echt weer op zo'n heftig moment neerkomt. Dat ik bewijs van weer Willem neer moet schieten. Maar deze keer met echte kogels. Oeh, dat was niet slim. Dan heb ik mensen die me kunnen beschermen / helpen in de situatie. Ah.
Ah, we hebben een stopteken, dan meen je. We hebben een stopteken. Ik wist het, ik reed net iets te hard. Ja, ik volg Jorgen zo. Ik wacht even tot het groen is. Vreselijk, die stoptekens. Ja, zeg het eens. Hallo? Ik heb niet alle tijd, oprecht. Oh, top. Kijk. Hallo. Hey. Ik reed te hard. Ik reed hield iemand in. Ik zie niet zoveel. Ja, oh, dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling, hè? Staat er al een wokstatus op, of hoe zit dat? Ik ben even aan het kijken. Hij heeft geen wokstatus. Prima, wat is een wokstatus? Ook geen notities. Nou, dan mag je blij zijn. Wokstatus wachten op keuring. Oh. Ik ga wel notitie maken dat je even moet fixen dat die ramen... Daarom word ik ook staande gehouden, of? Nee. Ja, trouwens, ja, onder andere voor nu. En ook... je rijgedrag, maar dat ga ik in waarschuwing voor geven, hoor. Prima. Dat betekent wel dat je hem binnen 30 maanden moet laten keuren. Oké, heb ik nog wel. Wanneer die dan nog niet gekeurd is en je wordt aangetroffen, kan het zijn dat er een wokstatus op komt, mag je er niet meer mee verder rijden. Dan ga ik mijn ramen lekker niet meer tinten, hoe je het wil noemen. Ik ga de tint eraf halen, komt goed. Ja. Gaan we regelen. Zo, nou, ik heb het opgeschreven, staat ja. In het systeem. Max, nog een hele fijne dag, jongen. Ja, yeah, zelfde ippie. Groetjes thuis, doe ze een backflip. Hey! Hoppakee! Ja. Nou jongens, dat ging net aan goed. Ik dacht, dus zie ik het alweer gebeuren dat er van alles fout ging. Ik heb en mijn pistool op zak en 75.000 euro in de kofferbak. Dus ik ben heel blij dat het Edo was, dat ik het gewoon rustig kon afhandelen. En niet een andere agent die als bronpot gelijk alles wilde checken. Zo, we zijn eindelijk weer thuis. Dan gaan we even mijn wapen wegleggen, het geld in de kast leggen. Gelukkig zit het in rugzakken, dus dat is allemaal geen probleem. En dan kunnen we eindelijk even rusten. Zo, dan hebben we hier de laatste rugzak. Die leggen we ook eventjes in de kast. Samen met het wapen nog. En dan vind ik het mooi geweest. Hoppakee. En dan ben ik benieuwd wanneer ik weer het volgende belletje krijg van Piet of Lucas of Samuel of Mees. Geen idee wie het tegenwoordig allemaal zijn. Ja, ik heb niet de hele dag, dus ik moet wel even gas op. Nee, prima. Prima, ik zie je zo. Ja. Ah. En daar heb je hem hoor. Hey. Daar heb je hem. Hey. Ik hang echt net op met de telefoon en ik heb net een afspraak. Maar ik kan nog wel heel even één drankje doen. Godsamme, 2 seconden. Hallo? Nee, iemand heeft een advertentie geplaatst met dat ik noedels verkoop. Dat meen je. En ik word gebeld door 600 man. Dat je noedels verkoopt? Maar verkoop je noedels? Nee. Maar ik zie ook helemaal geen advertentie. Ik heb 4 man of 5 man gebeld. Wat? Ja, omdat ik druk ben. Flikker op. Oh. Hey, ik pak even een biertje hoor. Dankjewel dat je even kon komen. Ik heb jou al een tijd niet gesproken. Hetzelfde voor klopt. Kevin. Weet ik voor wie allemaal. Spreken jullie elkaar nog? Of? Niet veel. Maar ik ben de laatste tijd weer bezig met wat zaken. Serieus? Ja, en dat is met Piet is dat weer. Piet de Wit, weet je. Ja. Maar het gaat niet echt helemaal compleet uit vrije wil. Ik bedoel, ik krijg wel betaald ervoor, maar niet precies hoe ik het zou willen dat het zou gaan, weet je. Het is ook niet alsof je het heel lief aan me gevraagd heeft. Oké. Maar het liefst wil ik binnenkort met jou, en ik weet niet of Kevin beschikbaar is, dan wil ik even gaan zitten om te kijken of ik er iets aan kan doen, mogelijk. Want ik ben nu heel veel in mijn eentje bezig en zo, maar wie weet... kunnen we hem een keer even goed terugpakken of zo. Kan ik je nogal verdere details geven in de toekomst? Want het is nu een beetje heel vaag en heel snel. Ja, het komt een beetje vaag over inderdaad. Ja, dat snap ik. Dat is vaag. Ik kan ook niet al te veel vertellen. Ja, ik werd ook net weer door Piet gebeld. Ik heb nu een afspraak. Ik moet er weer heen. Het gaat nu wel de goede kant op, moet ik zeggen. Als in, het wordt wel allemaal beter en zo. Maar ja, het begon allemaal wel met zeg maar een loop in mijn nek. Dat niet alleen ik dan werd neergehaald, maar ook mensen om me heen. Dus ik denk dat bijvoorbeeld jij dan ook gepakt zou worden, weet je. Als stel ik zou iets fout doen of zo. Ze hebben namelijk al een mei... met een lege gun, terwijl ik dacht dat die geladen was, op Willem laten schieten. Serieus? Ja, op Willem. We moeten even een keertje gaan kijken of we iets kunnen doen. Maar hou het nog voor nu even stil. Ik wil dit binnenkort samen even gaan kijken hoe en wat. Hou me up-to-date. Yes, prima. Maar ik heb nu die afspraak. Yes, nou, succes dan. Misschien dat ik je zo nog even bel over hoe en wat, oké? Yo, ik weet namelijk niet wat het is of ik dan gelijk iets... Meestal moet ik gelijk iets doen, maar je hebt ook kans dat het gewoon enkel een conversatie is. Ja, oké. Prima, dan spreek ik je in ieder geval aan. Dankjewel dat je even kon komen. Oké, jongens, we zijn onderweg. 562, het is toevallig in de buurt. Dus dat is wel een beetje engig. Maar volgens mij is 562 de locatie toen we in de tijd dat wij Lowy dood gingen maken, hebben wij daar gemiet. En dat is echt heel lang geleden. Het is een beetje het begin van de tijdperk met de darkness, van mijn tijdperk in ieder geval. Hier rechts. En is dit de plek? Ja, dit is de plek. Hier hebben we Lowy, gingen we mieten nadat we Lowy dood hebben gemaakt. Goedemiddag. Staas hoor. Dag. Ik moet zeggen, ik vind deze manier van communiceren beter dan de eerste keer hoe ik het opgehaald. Hey Marcus, wat kan ik voor je inschenken? Ja, doe maar een biertje. Ik sta even op. Kijk eens aan. Zo. Yes. Veilig hier gekomen. Zo, ja. Ik heb even weg. Ja.
Goed, maar je bent hier en ik ga je nu de vraag of de keuze geven. Want als je nu ja zegt, dan zeg je ja en van het moment dat je eruit probeert te stappen, dan ben je wel de lul. Oké. En het is een vrijblijvende keuze, dus als jij zegt van eigenlijk wil ik hier niks mee te maken hebben, dan mag je de deur uit wandelen, daar heb ik geen probleem mee. Prima, je maakt me wel heel nieuwsgierig nu. Ja, tuurlijk, maar het is nu echt iets wat je doet en daar moet je ook in meegaan. Oké, prima. Ja? Ja, vertel maar. Zeker van je keuze, hè? Ja, zeg het maar. De voorbereiding die wij doen en de opdrachten die ik jou laat doen, dat is natuurlijk niet zonder reden, hè? Nee, dat heb je zelf ook wel door dat het niet zonder reden zeggen, is. Dat voegt allemaal dingen aan elkaar toe. Ik bedoel, maskers ophalen, bij de surgeon goed staan. Ik bedoel, ja, dat is niet voor niks. Optelsommetje. Ik ben zelf met een groepje bezig geweest. Uiteindelijk, voordat de darkness uit elkaar ging, is er een heel ding geweest met de negotiator. Dat weet ik nog inderdaad. Dat heb ik voortgezet met het groepje wat ik nu heb. Oké. Okay. En daar komt een overval uit. Marcus, je moest natuurlijk... op het begin moest je natuurlijk maskers stelen voor ons, toch? Ja, klopt. En daar zat een bepaald thema aan. Ja, daar zat dat thema kaarten. Kaarten, jokers, ja. Dus weet ik veel wat allemaal. 1 plus 1 is 2. Is het een casino? Helemaal correct. Klinkt heel interessant, moet ik wel zeggen. Heeft de surgeon er ook iets mee te maken of staat het al los hiervan? Dat is dus een ding waar ik een beetje naar aan het kijken ben. Het hangt een beetje af van als ik in de juiste richting heb gepeild van wat hij zit, dan kan het zijn. Okay. Maar dat weet ik niet zeker. Want als het zo is, dan ga ik toegang moeten hebben tot het dak. Ja. En daar kom je niet zo snel op. Nee. Dat is echt VIP type shit en Diamond Casino, dat is niet zoveel mensen daarin laten. Nee, dat snap ik. Klinkt ook logisch. En jouw voorstel is dan dat ik meedoe? Ja, dat je meedoet, ja. Nou ja, nu is het geen voorstel meer, nu is het nu moet je meedoen. Ja, oké. Okay. Daar heb je zelf een beetje aan gebonden, hè? Dat heb ik eerlijk gezegd. Nee, dat weet ik. Oké, okay. Nee, ik vind het prima. Ik bedoel, toen de tijd met de bankoverval, de tijd met de juweliersoverval, dat waren wel mooie tijden, moet ik zeggen. Gevaarlijke en riskante tijden vooral. Maar als ik erop terugkijk... Het was riskant, maar door het risico dat je liep was het wel altijd fijn. Had je zo'n beetje zo'n adrenaline kick. Ja, en je doet wat met je leven. Ik kan ook wel niks doen. Ik kan het allemaal achter me laten. Dus, tuurlijk. Dat het me eigenlijk bij neergelegd. Dus ik ga kort. Dat is mooi, dan krijg je een kans. We moeten nog een beetje scouten, een beetje kijken voor mogelijke entry points. Ja. En dat wil ik nu met jou gaan doen. Ja, duidelijk. Dan gaan we er nu heen. Okay. Even scouten. Ja, duidelijk? Oké. Okay, dan krijg ik ook zo'n mooie outfit. De outfit moeten we nog even kiezen. Trouwens, daar zijn we nog niet mee bezig geweest. Ja, maar het is duidelijk om elkaar te herkennen. Ik ben nog veel meer bezig. Stel je masker die valt af en je ziet iemand van achter, weet je. Dus fijn als je ook een outfit herkent. Ja, dan zou ik zeggen, take the wheel samen. Het casino is niet zo ver. Kijk, daar staan we, jongens. Ja, stop hier. Nou, we kunnen net zo goed dieren, we kunnen net zo goed vogelspotten zijn, hè. Hier. Je hebt de verrekijker bij, hè? Ja, ik zit er nu doorheen te kijken.